Ja, zij is nu een hem geworden, maar dat boeit me niet. We zitten aan tafel en een keer begint een gesprek. En zij vertelt wat en ik vertel wat. We zijn vandaag bij de Vrijheidslunch. Dat is een lunch die we georganiseerd hebben in de kerk op de Oude Markt. Waar heel veel verschillende mensen op af zijn gekomen om samen gezellig een boterham te eten. Er liggen ook kaartjes op tafel. Wat is de bedoeling daarvan? Nou, je ziet dat sommige tafels, daar werd daar veel gebruik van gemaakt en andere tafels helemaal niet. Maar het helpt om onbekende mensen met elkaar het gesprek aan te laten gaan. Daar staan dingen op als wat betekent vrijheid voor jou. Maar ook wat zou je doen als je de baas van de wereld zou zijn. En ik heb hele mooie gesprekken zien en horen ontstaan. Ik heb een nummer gespeeld over gender. En ik ben heel erg blij dat ik de vrijheid heb hier in dit land om te uiten wie ik ben en te worden wie ik ben. En om eruit te gaan zien zoals ik me van binnen voel. Ja, dat die vrijheid er is om mezelf te uiten. For me, it's like an emotional opportunity for this because it's occasion for the freedom of Dutch. I like to meet people from Dutch, from every culture. En ik merk ook nu in gesprek met mensen van verschillende culturen, verschillende afkomsten, verschillende meningen. En ik kan gewoon mezelf zijn en zij kunnen zichzelf zijn. En het is heel fijn en het voelt als een warm bed of zo, om zo verwelkomd te worden. Ik ben blij dat ik hier gekomen ben, want ik heb haar leren kennen. En ik vind... Zij is nu een hem geworden, hè? Zij is nu een hij geworden. Ja, zij is nu een hem geworden, maar dat boeit me niet. We zitten aan tafel en een keer begint een gesprek en zij vertelt wat en ik vertel wat. En ik vind het hartstikke leuk dat ik hier ben en dat ik haar heb ontmoet. Het is voor jou ook weer vrijheid om daar naar te kijken op jouw manier. Ja, want dat heb ik ook zelf. Want zij heeft dus over haar dingen. Ik heb weer over mij dingen. Van, ik ben zelf moslim. Dus ik kom nooit in een kerk. Dat is al iets leuks. Ik ben opgegroeid in een hele christelijke familie. En zij geloven dat transgender zijn of homo zijn, dat dat een grote zonde is en dat dat verkeerd is en een mentale ziekte is. Dus dat maakt het extra spannend om... Ja, durven toe te geven wie ik ben. Maar buiten mijn familie om voel ik wel heel erg die vrijheid. Op mijn school, op mijn werk, bij mijn vrienden. Bij ons in de cultuur, de echte moslimcultuur, is het ook niet dat je lesbisch geaccepteerd wordt van man naar vrouw. Net als de kerkdingen, zeg maar, is in onze cultuur ook niet. En daarom is juist de vrijheid zo belangrijk. Dat wij hier aan tafel kunnen zitten, ook al ben ik een strenge moslim, maakt niet uit wat ik ben wie ik ben, ik ontmoet haar en dat vind ik heel erg leuk. Erik Kemp. In een jurk, zo heb ik je in ieder geval niet zo heel vaak gezien. Heeft dat met vandaag te maken? Ja, dat is een van de dingen die vrijheid voor mij betekent. Dat ik aan kan doen wat ik wil, maar misschien nog belangrijker, dat ik voel dat de vrijheid om aan te doen wat ik wil, dat ik dat ook echt voel. En dat ik daardoor een soort van een stukje zelfverzekerdheid heb, dat ik me iets minder aantrek van wat mensen daar volgens van vinden. Hoe is het voor jou om in Nederland te zijn? Mooi, mooi. Ik ben genoeg. I write about vrede, poem Nederlandse. Waar vertrouwen is, is vrede. Waar liefde is, is wederzijds hulp en genade. It's mean a lot for me because in here I can see the light in the end of tunnel, if you can understand, because I have a hope in here. In my country there is no hope for someone like me. So yes, I find a big opportunity. I can work, I can live safe, I can have a normal life. Yes, I can be a human. Dat was een goede opkomst. De gesprekken waren waardevol. Ik weet niet wat we volgend jaar gaan doen, maar dat het zoiets moet zijn, mensen samenbrengen om het over vrijheid te hebben, dat gaan we volgend jaar sowieso weer proberen.